In deze video doet een ex-vriendin van een van de allergrootste YouTubers van Nederland haar verhaal. Want hoe ver gaan YouTubers voor het halen van views en likes? En dan de volgende keer wordt je gevraagd om een soortje wat inkijk aan te trekken. Of dan dit ook wel eens gefotoshopt zodat de privédelen wat groter in beeld waren bijvoorbeeld. De gevolgen zijn groot, want kwaadwillenden gebruiken die beelden ook voor strafbare andere zaken. En die beelden zijn vreselijk. Wij duiken in de wereld van alles voor de views. Godverdorie. Ieder kind zou dit kunnen. Was die minderjarig? Maar je gaat er vandoor? Die kan je niet zo. Alles. Ongelooflijk. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op Vrije Vogels. En vandaag een interessante zaak. Ik hoor je al denken, Sven, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over YouTubers. Want hoe ver mag je eigenlijk gaan voor het behalen van YouTube-likes, abonnees, volgers en weergaves? YouTubers in Nederland gaan ver. Heel ver. En misschien zelfs wel te ver. In deze video duiken we in de wereld van alles voor de views, maar dan ook echt alles voor de views. Ik zou zeggen, camera aan en actie. Hoe krijg je namelijk zoveel mogelijk views op YouTube? Nou, dat zit hem in twee dingen. Eén, je titel. Die moet zo spannend mogelijk. Maar dat zit hem ook in je thumbnails. En dat zijn de plaatjes, de foto's eigenlijk, waar je op klikt. En die moeten dus ook zo spannend en zo aantrekkelijk mogelijk. Want hoe beter die thumbnail en die titel is, hoe sneller jij klikt. En dat jij op die thumbnail klikt is belangrijker dan je zou denken. Want hoe meer kliks, hoe meer views. En hoe meer views, hoe meer geld voor advertentieinkomsten. En hoe meer advertenties, views en kliks, hoe meer sponsors je ook weer benaderen voor betaalde samenwerkingen. Je moet dus in die titel en in de thumbnail spannende dingen gebruiken. Oké, titels en thumbnails dus. Maar hoe ver mag je dan eigenlijk gaan voor views? En die wereld is best interessant. Let daar maar eens op. Zo maakt Stefan de Vries video's waarin hij de test doet of hij naar billen of naar borsten kijkt. En ja, dat is dan de hele video. En zo maakt Hanwee video's waarin er met grote rode pijlen wordt gewezen naar lichaamsdelen van vrouwen. Zodat jij direct klikt op de video. En zo staat zo'n beetje in elke thumbnail van Gio's en vlogs zijn vriendin poserend in bikini of lingerie. Maar ook hele familiekanalen van papa's en mama's die vooral hun kinderen inzetten voor het halen van views. Je kinderen gebruiken in je vlogs of in de thumbnails, dat lijkt de normaalste zaak van de wereld. En bij veel van dit soort content kun je je simpelweg afvragen of het smaakvol is. Of dat het kwalitatieve goede content is op YouTube. Maar zijn de meeste gewoon volwassen en kan je er dus niet heel veel van zeggen. Smaakvol is het misschien niet altijd, maar ja, dat is wel iemand zijn eigen keuze. Maar hoe zit dat eigenlijk als je dus nog minderjarig bent en wordt ingezet voor views en kliks op een YouTube kanaal? Wat dan? Is het wel wenselijk dat jij als vrouw wordt ingezet als lokmiddel voor views? En als je dus nog maar een kind bent, is het dan wel zo logisch en fijn als je ouders besluiten voor jou dat jij voor altijd op het internet komt te staan? Niet voor je vrienden, niet voor je familie, nee, voor een publiek van maar liefst honderdduizenden volgers. En voor ons dus hoog tijd om daar eens in te duiken. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Kinderen die worden ingezet op YouTube, kunnen die eigenlijk daar de risico's en de gevolgen van inschatten? Ik praat met gerespecteerd bekende advocaat Richard Korver. Hij is advocaat in veel grote misbruikszaken. Maar is het zo dat een minderjarige die in video's terechtkomt waar heel veel mensen naar kijken, kan die volgens u inschatten wat daar de gevolgen van zijn? Nou, we zien in de praktijk dat heel veel volwassenen dat niet eens goed kunnen inschatten. Dus laat staan dat een minderjarige dat goed zou kunnen. En stel nou dat een ouder zegt, ja, mijn dochter staat in vlogs met miljoenen views. Ze wordt opeens een superster, krijgt er heel veel volgers van. Prima, doe maar.
Dan nog kan ook die ouder daar spijt van krijgen. Want ik zei net al, ook volwassen mensen overzien het lang niet altijd. En ik praat met Belgisch advocaat meneer Jan Jansen. Een advocaat die gespecialiseerd is in complexe zaken, waar vaak ook de moderne techniek van deze tijd een rol speelt. Een kind mag niet autorijden, roken, stemmen, noem het maar. Maar online ingezet worden voor honderdduizenden mensen op het internet, daar hebben we het niet over. Is dat niet een beetje gek? In zekere zin wel, want die zaken die u opnoemt, die hebben vaak met gezondheid te maken. Maar allemaal met fysieke gezondheid. Maar het poseren voor een thumbnail voor een YouTuber kan een enorme impact hebben op mentale gezondheid, in mijn ogen. Dus vanuit dat oogpunt is dat wel een beetje gek. Vanuit ethisch oogpunt lijkt mij dat een zeer goede discussie, ja. Want wat nou als het jou overkomt? Je bent minderjarig en wordt ingezet voor het halen van views in de video's en in de thumbnails. Wat zijn dan eigenlijk de consequenties die je vanaf dan je hele leven met je mee zal moeten dragen? Laten we eerst beginnen met een paar voor de hand liggende gevolgen. Je wordt herkend, je wordt bekend vanaf dan. Ook als je daar misschien helemaal niet op zit te wachten. En dat betekent dus ook dat als je naar school gaat of je gaat solliciteren voor een baan later, dat betekent dat je dan ook nog op het internet staat. En dan kun je daar dus ook nog steeds last van hebben. Maar laten we ook eens kijken naar de gevolgen die wat minder voor de hand liggend zijn. De gevolgen die wat meer achter de gesloten deuren plaatsvinden. Want wat zijn die eigenlijk? Kijk nou eens naar de vlogs van Gio Latoy. Meer dan 1 miljoen abonnees. Een knappe prestatie. Maar brengt dat dan niet ook heel veel verantwoordelijkheden met zich mee? Want kijk maar eens naar zijn thumbnails. In bijna alle thumbnails zie je zijn vriendin poseren in bikini of lingerie. Allemaal zodat jij die vlog snel aanklikt. Maar opvallend is wel dat in het grootste gedeelte van die thumbnails dat meisje minderjarig is. En dan heb ik het niet over 1 foto. Ook niet over 5. En ook niet over 10 foto's. Nee, het zijn er veel. Heel veel. Want is het niet een beetje gek dat een toen nog minderjarig meisje in bikini en soms zelfs in lingerie poseert voor thumbnails van een volwassen YouTuber? In het kort, is het niet gek dat je als volwassen YouTuber een minderjarig meisje in bikini of lingerie mag laten poseren, zodat jij veel views krijgt op je video's en daar vervolgens dan weer geld mee verdient? En datzelfde gevoel bekruipt mij als ik kijk naar familiekanalen, papa's en mama's die in de vlogs en in de thumbnails hun kinderen inzetten. Zo zijn er familiekanalen die elke dag hun kinderen filmen, vastleggen en dat publiceren voor honderdduizenden mensen. Oftewel, is het niet weer zorgwekkend dat je je kinderen onbeperkt mag filmen en vervolgens mag publiceren voor een miljoenenpubliek, voor altijd op het internet? En die risico's die toch meer achter gesloten deur plaatsvinden, zijn die dan echt zo erg? Nou, dat antwoord is heftiger dan je zou denken. Als meisje poseren in bikini in een thumbnail heeft grotere gevolgen dan je zou denken. Zo zien we de meisjes die dat op YouTube doen terug op de meest heftige, extreme beelden. Omdat veel minderjarigen zich zo inzetten of laten inzetten op YouTube, trekt dat vooral de aandacht van mensen die seksuele fantasieën hebben over minderjarigen. Zo worden de beelden vooral ingezet rondom het misbruik van kinderen. Zowel de beelden en foto's van de poserende meisjes voor in de thumbnails als de kinderen uit de familievlogs zien we volledig naakt terug op het internet. Het zijn deepfakes, gefotoshopte beelden, omgetoverd van thumbnail of een vlog naar extreem heftige pornofilms. Ook zien we op internet groepen waarin video's worden gepost van mannen die laten zien hoe zij zichzelf seksueel bevredigen op deze minderjarigen. Er worden zelfs punten vergeven naar de mensen die deze minderjarigen zo goed mogelijk kunnen misbruiken op het internet. Wie maakt de beste bevredigingsfilmpjes of de beste deepfakes? Die heeft het meeste aantal punten en de hoogste status binnen deze groepen. Er worden zelfs pollen gehouden over wat er met deze minderjarigen die zomaar van YouTube zijn geplukt moet gebeuren. Verkrachting, mishandeling
de dood, alles wordt er besproken. Van het poseren in een thumbnail voor zoveel mogelijk views, naar voor altijd misbruikt worden op het internet. Omdat je toen dacht dat dat meer views op je vlog zou opleveren. Of van gezellig je kind in het zwembad filmen in een familievlog, naar voor altijd als kind rondgestuurd worden in online groepen vol pedofielen. En dat allemaal omdat jouw ouders het leuk vonden om dat te vloggen en online te zetten. En een eigen keuze daarin had je niet. De keuze heb je zelf niet gemaakt, maar de gevolgen draag je wel met je mee. Je hele leven lang. Content maken voor een groot publiek en daar dus minderjarigen bij betrekken, dat is een grote verantwoordelijkheid. Alleen lijken YouTubers die verantwoordelijkheid niet te nemen. Kiezen voor een leven in de schijnwerpers is risicovol, omdat de gevolgen niet te overzien zijn. Is het dan slim om minderjarigen in te zetten voor het halen van views op je YouTube-kanaal? En niet alleen YouTubers zijn daar het slachtoffer van. Ook politici uit de Tweede Kamer worden omgetoverd tot pornosterren. En zelfs het Koningshuis. Zo zien we zelfs de dochters van de koning veelvoudig terug in gefabriceerde pornofilms. We hebben natuurlijk de politieke partijen geïnformeerd over dat we politieke leiders hebben teruggevonden in deepfake, in pornofilms. En ook de communicatie van het Koninklijke Huis hebben we schriftelijk geïnformeerd. We hebben ze ook vragen gestuurd over onze bevindingen. Zij wilden alleen niet reageren in onze video. Een leven in de schijnwerpers is dus niet altijd zo leuk als dat je soms denkt. Maar als je ouders of andere mensen voor jou besluiten dat dat jouw leven is, is dat als je ouder bent dan nog wel zo prettig? En mag iemand dat wel over jou beslissen? En zo lijkt er maar één ding echt te tellen. Namelijk alles voor de views. Stel dus dat jij jezelf inzet voor views. En stel nou dat jij minderjarig bent. Kan je dan wel de gevolgen overzien als je dat doet? Maar wat nou als je daar jaren later toch anders naar terugkijkt? Je staat tenslotte nog steeds en voor altijd op het internet. In die sexy pose, in bikini of lingerie. Omdat je toen dacht dat dat goede views zou opleveren. En daarom spreken we een ex-vriendin van een van de allergrootste YouTubers van Nederland. En zij heeft dit meegemaakt. Zij vertelt ons dat ze vaak werd gevraagd om bijvoorbeeld een lager topje aan te trekken, zodat de kijkers sneller zouden klikken. Ook werden haar borsten en billen vaak gefotoshopt, zodat ze groter leken in de video's en in de thumbnails. En dat allemaal zodat jij zou gaan klikken. Dit is het verhaal van het zoveelste meisje wat werd gebruikt voor views. Je werd ingezet voor het halen van views. Hoe begon dat? Naar mijn mening ging het steeds kleine stukjes verder. Waardoor je dus misschien niet zo snel nee zou zeggen, want je had het andere toch ook wel gedaan. Of je werd echt overgehaald om iets te doen. Want meer views betekent meer geld. En als er meer geld was, dan kon je wel leuke dingen doen. En je wil natuurlijk ook iemand helpen, want je geeft hem diegene. Maar het begon gewoon heel onschuldig dat er dan bijvoorbeeld een screenshot uit een video werd gepakt. Waar dan je borst of je billen wat beter te zien waren. Wat wel veel views pakte, maar daar ging de video niet over. En dan de volgende keer werd je gevraagd om een shirtje wat inkijk aan te trekken. Of dan werd de thumbnails gefotoshopt zodat de privédelen wat groter in beeld waren bijvoorbeeld. Dus het ging steeds eigenlijk een stukje verder en daardoor zeg je niet zo snel nee. En wat vond je daarvan op dat moment? Kijk, natuurlijk was het leuk als een video veel views pakte, maar ik persoonlijk kwam nooit met het idee om een shirtje met inkijk aan te trekken of om bepaalde delen groter te photoshoppen. Dat kwam nooit vanuit mezelf. Ik vond het natuurlijk wel een beetje raar en al helemaal omdat ik nog zo jong was en het gewoon van je gevraagd werd. Je wil natuurlijk iemand helpen, dus dan ga je het dan wat sneller doen. Het was niet dat je het voorstelde ofzo. En natuurlijk was het wel raar, maar het pakt wel veel views en je hielp iemand waarvan je hield. Dus dan doe je dat al wat sneller. En zoals ik al eerder zei, het begon best wel onschuldig. En het werd steeds een klein stapje erger. Hoe kijk je daar nu op terug en heb je daar dan nu ook nog last van?
Tuurlijk heb ik dat soort beelden nu. Die verzelfden meer voor mij op het internet. Maar ja, je doet er niet meer zo heel veel aan. En op dat moment waren we gewoon echt heel erg jong. En dacht je misschien niet zoveel na over de consequenties. Want op dat moment voelt het gewoon fijn. Als je veel views hebt, je krijgt veel geld, je kan leuke dingen doen. Dus dan zit je misschien soort van op een roze wolk. Of het geeft je misschien ook wel adrenaline of een kick als je video veel bekeken wordt. Dus dan deed je dat gewoon al sneller, maar nu achteraf had ik dat zeker niet meer gedaan. En ja, zou ik gewoon willen dat de beelden echt allemaal van internet zijn, maar er zijn gewoon te veel andere video's van gemaakt of op andere Instagrams geplaatst of er zijn gifjes van gemaakt of whatever. Dus je doet er niet meer zo aan. En zijn mensen zich wel bewust van de gevolgen en wat zou jij nou willen zeggen tegen YouTubers? Kijk, je werkt op dat moment misschien wel vrijwillig aan mee, omdat het van je gevraagd werd, maar je hebt niet het door wat de gevolgen ervan zijn achteraf of de mensen en reacties die je aantrekt. Want een minderjarig meisje zou niet reacties moeten lezen over, oh, dikke tieten, lekker kont, of laat je tieten nog zien, of ik ben net op je klaargekomen. Want dat zijn de reacties die ik krijg te zien. Wat echt belachelijk is, want we hebben het nu gewoon over minderjarige meisjes die die reacties krijgen, waar ik er dus zelf ook een van was. En het liefst heb je dat gewoon allemaal van het internet af, want dat zou niet moeten. Maar je kan niet meer terugdraaien, alleen mensen zouden er inderdaad wel gewoon mee kunnen stoppen. En ik raad ook zeker aan om andere YouTubers af te raden en niet meer te doen. Want dit is iets wat minderjarige meisjes niet zouden moeten doormaken. Omdat we dit soort onderzoeken willen blijven maken, vraag ik jou om even te abonneren. We maken dit soort eigen onderzoeken, maar ook onze serie True Story, waarin we jou uitleggen over oude moordzaken. En nu door met onze videoreportage. Als er op tv een minderjarige wordt ingezet, zijn daar hele strenge regels voor. En is daar ontzettend veel toezicht en controle op. Moet dat ook niet gelden voor influencers? Ik praat ook daarover met advocaat Richard Korver. Nou ja, we hebben geen toezichthouder op YouTube, om maar even heel simpel te zeggen. Terwijl, kijk, de arbeidsinspectie die ziet toe op arbeidsrelaties. Maar dit is over het algemeen geen arbeidsrelatie die hier ontstaat tussen de vlogger en meestal het meisje wat poseert. Je ziet natuurlijk wel vaker dat als er in de maatschappij ontwikkelingen zijn, dat de pers als eerste wijst op misstanden. En dat de toezichthouders allemaal in hun eigen hokje zitten. En die denken, ja, wij moeten de kindertjes bij de Albert Heijn controleren. Of ja, wij moeten controleren de kindertjes die bij de NPO en RTL en SBS verschijnen. En het feit dat jonge mensen überhaupt geen televisie meer kijken, maar inderdaad op YouTube en andere kanalen dingen tot zich nemen, is in die organisaties nog lang niet doorgedrongen. Het feit dat je, als je als minderjarige naar een talkshow gaat, dan weten die talkshows allemaal dat ze de arbeidsinspectie moeten bellen, dat ze toestemming moeten vragen, en dat is gewoon strak ingeregeld in die organisatie zelf. Ook natuurlijk in het begin niet. Hè? In het begin, toen er voor het eerst kindsterretjes waren, vond iedereen dat leuk. En toen opeens kwam de arbeidsinspectie en zei, s'avonds na 7 uur geen kinderen op televisie. Werd dat eerder opgenomen, want dat waren toen de trucs om er dan toch iets mee te doen. Nou, dat zou je nu natuurlijk verwachten dat dat ook gebeurt. Maar soms is daar wat ophef, maatschappelijke ophef voor nodig, alvorens die instanties zich realiseren dat er misschien een heel nieuw werkgebied voor ze open ligt. Nou, dan ga ik dat maar proberen. Heel goed. En ligt er dan ook niet een als ik er naar kijk, en er zijn meerdere YouTubers die dit de hele tijd doen, omdat het scoort. Hè? Als ik in mijn thumbnail sta, dan pak ik minder views dan dat, stel dat ik een knappe vrouw in bikini laat poseren en in die video laat komen. Ja, dan zijn er een hele grote groep mensen die toch klikken. Is het niet zo dat dan een YouTuber zelf ook een verantwoordelijkheid draagt over of hij dat nou moet doen of niet? Nou ja, ik denk dat je altijd verantwoordelijk bent voor wat je wel of niet doet. Of je nou YouTuber bent of niet. Hè? Maar op het moment dat je om commerciële redenen bepaalde afbeeldingen gebruikt, ja, natuurlijk laat je dan een verantwoordelijkheid op je
over wat er met die afbeeldingen gebeurt. En in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen dat op het moment dat je dat gaat inschakelen voor dingen die ja, niet meer behoren tot het promoten van jouw eigen website, maar dat er allerlei andere dingen mee gebeuren. En je weet dat, ja, dan hoor je al helemaal terughoudend te worden en mensen ook daarvoor te waarschuwen. En foto's van minderjarigen in bikini of soms zelfs lingerie gebruiken voor je thumbnails op YouTube. Mogen dat soort beelden eigenlijk wel? Meldpunt Kinderporno is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van online seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen. Zij kunnen onafhankelijk beelden van minderjarigen kwalificeren als kinderporno en daar dan tegen optreden. We laten ze als voorbeeld kijken naar de thumbnails van in dit geval YouTuber Gio Latoy. Op veel van zijn thumbnails op zijn kanaal staat namelijk een toen nog minderjarige in bikini of soms zelfs lingerie. En ik vraag me af, mag dat eigenlijk wel? Ik praat erover met Meldpunt Kinderporno. Wat kunnen jullie als Meldpunt Kinderporno daarvan zeggen? Nou, we hebben gekeken naar de thumbnails die jullie hebben aangegeven, waar ze stonden, zeg maar. En als we kijken naar puur de thumbnail zelf, met de wetenschap dat het een minderjarige is, dan zitten er zeker thumbnails tussen waar wij dan een verzoek tot verwijdering zouden doen. Omdat het dan valt onder het seksualiseren van een minderjarige. En dat is bij wet verboden. En mag ik het dan zo hard zeggen dat sommige thumbnails van specifiek Gio worden bestempeld als, volgens jullie, als kinderporno? Want inderdaad, volgens ons, hè. Maar het is uiteindelijk de rechter die dat beslist. En ik begrijp ook dat mensen altijd zo heel erg schrikken van het thema. Omdat bij kinderporno altijd een beeld is van, ja, dat is wanneer een volwassene een klein kind verkracht. Maar kinderporno is inderdaad heel breed en het gaat om het seksualiseren van een minderjarige. Nou, in dit geval is het een minderjarige en een aantal van die foto's zijn echt seksualiserend. Dus ja, dan zouden wij echt zeggen dat het mogelijk kinderporno is en dat we daar een verzoek tot verwijdering doen. Het is niet zo dat het wordt ingezet als misbruik bij dat soort YouTubers, maar het wordt ingezet om mensen te lokken naar een vlog, naar een video. Daar zit een verdienmodel achter, want hoe meer mensen klikken, hoe beter dat voor Gio is. Ik word daar een beetje ongemakkelijk van, dat het dus commercieel wordt gebruikt. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, nou, het commerciële gebruik hiervan zou exploitatie van de minderjarige kunnen zijn, zeker als de minderjarige daar zelf natuurlijk ook geen geld aan verdient. Wij hebben regels over hoe minderjarigen mogen werken en in welke arbeidsomstandigheden, hoeveel uren, wat ze moeten verdienen minimaal. Ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is, maar als je kijkt naar deze foto's, die er zijn om mensen te lokken naar een website waar iemand geld aan verdient, dan zou er mogelijk sprake kunnen zijn zelfs van exploitatie van minderjarigen. Dus ik zou het zeker interessant vinden als de politie daar nog eens naar zou kijken in dit geval. En bij andere branches zou dit voor mega veel ophef zorgen. Waarom eigenlijk niet als YouTubers dit doen? Ik vroeg het aan Tweede Kamerlid Anne Kuik van het CDA. Wat vind je in de basis van het probleem wat wij hebben gevonden? Ja, nou ja, dat het eigenlijk een pervers systeem is natuurlijk. Dat je om kliks te krijgen je jonge vriendinnetje inzet. Dat zou je niet moeten willen. Hè. Daarvoor hebben we ook regels voor de televisie. En dat ze dan ook nog weer die beelden eruit worden gefilterd om in deepfake terecht te komen. Ja, dat is ook verschrikkelijk voor degene die het aangaat, die het betreft. En zeker als het om minderjarigen gaat, hebben we er natuurlijk op allerlei plekken wel regels voor. Dus dat maakt het ook gek dat dan hier niet goed geregeld is. En je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid van de vlogger zelf, maar ook de verantwoordelijkheid van een platform, vind ik. Die mag daar ook echt wel verantwoordelijk voor worden gehouden. Ja, en dat is dus schijnbaar niet goed geregeld. Je zou het niet moeten willen, maar je ziet toch dat ze nu toch jonge meiden inzetten om geld aan te verdienen. Ja. Ethisch vind je daar wat van? Dus ook naar aanleiding van jouw item zal ik ook Kamervragen stellen wat de mogelijkheden zijn om hier toch beter mensen tegen te beschermen. Omdat deze video vooral bedoeld is
om een probleem bloot te leggen en niet gericht is naar per se een aantal online makers, maar vooral bedoeld is om hier wellicht iets aan te veranderen. En daarom wil ik graag ons onderzoek voordat ik ga publiceren neerleggen bij Gio Latoy, omdat in deze video uitspraken worden gedaan door mensen over zijn kanaal. Zijn management is Talpa. En ik ben dan ook benieuwd of Talpa hier intern dan regels voor heeft. En of ik het verhaal mag toelichten aan Talpa en Gio. Na aandringen en meerdere mailtjes komt er een mail dat we even de communicatieafdeling moeten mailen. Maar dan blijft het stil. Hoog tijd om even te bellen. Goedemorgen, Talpa Network. Hallo, met Sven van der Meulen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Maar iemand aan de lijn krijgen lukt dan niet. Nee, ik denk echt dat het beste is om gewoon eventjes morgen nog een keer te proberen. Of einde van de middag. Misschien dat ze dan wel er is. Maar ik zie dat ze nu afwezig is. En ik weet niet of dat de hele dag is of alleen de ochtend. En dus besluiten we nog een keer te bellen. Welkom bij het berichtencentrum. Voer een mailboxnummer in. En nog een keer te bellen. Oké, dat heb ik al gedaan. Ja, meer kan ik niet voor u doen. Mijn excuus, ik heb haar net gesproken. Dus ik weet wie u bent en zij heeft mij gevraagd om toch te mailen. Nog een keer? Ja. Oké, ja, we... Ja, meer kan ik het niet van maken. Sorry, als zij zegt nee, u kunt mailen. Ik heb geen tijd daarvoor. Geen tijd daarvoor? Dat kan natuurlijk ook nog. We bellen en mailen meerdere keren een aantal vragen en informatie over onze bevindingen naar Gio en naar Talpa. Maar het blijft stil. Ook meerdere keren bellen naar Talpa heeft dus geen zin. We hebben zo'n beetje elk publiekelijk mailadres rondom Gio gemaild. Maar we krijgen van niemand een gehoor. Kort gezegd, voor een communicatieafdeling wordt er verdacht weinig gecommuniceerd. Ons onderzoek uitleggen aan Gio en aan Talpa, daar lijken ze niet zoveel zin in te hebben. Veel YouTubers hebben managers of bureaus die meedenken in de content. Het is natuurlijk uiterst relevant om Talpa Social ook enkele vragen te stellen. Want zijn daar dan bijvoorbeeld regels voor rondom minderjarigen en de bescherming daarvan? Zij helpen tenslotte veel kanalen achter de schermen met het maken van bijvoorbeeld commerciële deals. En daar zitten dus ook makers bij met kinderen of waar minderjarigen ook in betrokken worden. Maar een reactie kwam er nooit. Ben je wel een echte goede ouder als jij voor je kind beslist dat ze voor altijd voor een megapubliek te vinden zijn? En helemaal als je na het zien van deze video ook de gevolgen kent. En de YouTubers die dat doen en inzetten voor views en kliks, hebben die niet een veel grotere verantwoordelijkheid dan ze zelf nu beweren of denken? En wordt het niet eens tijd dat die YouTubers hun verantwoordelijkheid eens nemen? Want opgroeien voor een camera is ongezond. We hebben iedere minderjarige die aan bod komt in deze reportage en ook op internet wordt misbruikt volgens ons onderzoek natuurlijk geïnformeerd en om een reactie gevraagd. We hebben van geen van de YouTubers en familievloggers een reactie ontvangen. Dit was de video voor vandaag en ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Laat ook vooral weten wat je hiervan vindt. We hebben in ieder geval ons best gedaan. En heb je onderwerpen waarvan jij denkt, daar moeten we induiken? Dan kun je ons tippen via redactie@vrijevogelsmedia.nl. En dan gaan wij erin duiken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral hieronder dus weten wat jij hiervan vond. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!